in de mannen wc. Er komt vier van die mannen zo. Gaan we lekker? Dat is echt ziek leuk. Rokje van Primark. Doei pap. Doei. IJsje. En dan gaan we naar Antwerpen. Hou op. Zo, wat leuk staat het pakje. Ja, ik moet dit nemen. Ricotta erop. Seks aan de beach, hè? Ik ben echt gelukkig. Ik kan ons gezicht reinigen. Iets meer afgevallen en dat zit nu precies goed. Waar was dat net? Ja, ik vind het echt geweldig. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandagmiddag, de kinderen zijn net naar huis. Ik ben vandaag ongesteld, het is een beetje moe, maar wel vrolijk. En ik heb zin in deze week. En we hebben maar 2 dagen met de kinderen. Dan studiedag. En dan 4 dagen weekend. Dus dat is top. Ik ben aan het koken. En ik doe het iets anders dan het hoort. Hier zitten geroosterde kikkererwten, maar dan in de pan geroosterd met paprika poeder. En daaronder ligt courgette, tomaat, knoflook gebakken. Dat is eigenlijk geroosterd, maar had ik echt zin in. Feta, bosui, nog meer feta, bosui, citroen. Hier nog parelcouscous, die bijna gaar is. En dat is dan le meal voor 2 dagen. Hey allemaal, ik ben nu in de wc. We hebben vandaag een studiedag van de... Ongemakkelijk. Hallo. Hey. Hij is voor mij. Nee, ik was even aan het praten tegen mijn camera. In de mannen wc. Studiedag van de stichting van mijn school en ik begin met de workshop muzikale kijk. Dus daar ga ik nu naartoe. Lunch, we hebben een bank in de zon gezet. Lekker hoor, met kraaskruimels. Suus, zegt ook niks, teleur te lachen. Ik heb natuurlijk zo goed als niks gefilmd. Het was heel leuk. Ik had een workshop muziek. Toen hadden we lunch. Lekker, dat heb ik even wel gefilmd. Toen had ik leerdoelen stellen. Helaas was dat niet zo leuk. Toen hadden we korte pauze. Toen hadden we cabaret over... was wel heel erg leuk. Had te maken met onderwijs en kinderen die anders zijn. En dat duurde 1,5 uur. En toen hadden we een borrel heerlijk hier bij Planetarium in de zon. En het is nu dus 6 uur. En ik was nog met een paar collega's overgebleven. En het was echt heel gezellig. En ga ik dat vertellen? Nee, dat ga ik niet vertellen. Het was heel gezellig. Ik wil meer vloggen, maar er is niks. Hallo jongens, ik ben echt super vrolijk omdat ik heel erg gelukkig ben op mijn werk. En ook met dat volgend jaar en zo. Voor volgend jaar, maar dat is nog niet bekend. Dus daar ben ik ook blij mee. En nu koop ik dit. Lekker, lekker, lekker. Jongens, het is nu donderdag en ik ben vrij en alles is dicht en zo. En ik wil echt sporten, dus ik ga even met Ruben Spasje naar Basic Fit Diemen. Die is tot 4 uur open, maar ik moet nu dus heel erg opschieten. Heel beeldig. Doei! Ik ben blij. Dat was echt heerlijk. Weet je wat heel leuk is, jongens? En misschien hoop ik hiermee mensen te kunnen motiveren. Moet ik even de raam dicht doen? Nee. Het is heel warm vandaag. Er was geen zon, maar het is ontzettend heet. En de zon breekt een klein beetje door. Ik haat sporten echt. Ik ben echt iemand die de hele leven op hoort te sporten, maar het is gewoon niks voor mij. Maar ik vind het gevoel na sporten wel lekker. Alleen ik merk nooit verschil en denk altijd waarom doe ik het. Ik moet zeggen, na Zumba merkte ik wel verschil, maar in de sportschool niet. En ik had altijd eventjes een maand een ritme en dan lukte het weer niet en dan ging ik weer niet. En nu ga ik dus gewoon op mijn vrije dagen, op donderdag en zondag, kan ik niet. Dan zorg ik ervoor dat ik op woensdag of maandag of whatever ga. En vandaag zag ik dus dat de sportschool dicht was. En ik merkte dat ik meteen een soort van niet paniek had, maar meteen van... Oh, nee, wat ga ik nu doen? Want ik wil sporten. Ik voel gewoon in mijn lichaam dat het dan... zondag zit 3 dagen tussen, weet je wel. Dus dat het de 3e dag was dat ik niet had gesport gisteren. Dus vandaag de 4e. En dat ik echt wilde sporten. Want ik merk dus nu verschil. Wat ik eerst deed 20 minuten lopen. Maar ik vind kracht veel chiller dan cardio. Maar ze zeggen altijd vet verbranden doe je wel met cardio. Maar ik probeer nu dus voor de 2e keer om maar 10 minuten te lopen. Als dat ook prima is, puur maar eventjes die hartslag omhoog te krijgen. En even je lichaam in te laten komen. Ik merk dat je dan toch iets actiever die krachttraining doet. Heb ik zelf, mijn eigen redenatie. Want krachttraining brandt echt nog zoveel uur door, heel veel uur. En cardio niet. Dus als dat genoeg is, 10 minuten lopen, dan blijf ik dat gewoon doen. Of 10 minuten bewegen voor de kracht. En daarna kracht. En wat ik nu doe, steeds 3 setjes van 10.
En dan op het zwaarst wat ik kan. En met mijn benen, mijn buik, ik zit echt al op 50 kilo bij sommige dingen. Bizar. Want eerst deed ik gewoon la 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 50 keer. En Ruben zei het tegen mij. Dus ik doe nu echt, dat je wat je soms vier van die mannen zo. En ik altijd, oh my god. Maar nu zit ik ook echt, weet je wel, zo. En ik probeer het steeds voor mezelf nog iets zwaarder te maken. En misschien moet ik op een gegeven moment dan denk ik, oké, nog 11, 12, weet je wel. Maar ik voel dat mijn buik, en dat is echt, mijn buik is het enige waarbij ik nooit ook maar iets van verschil merk. Oh, dat komt nu allemaal aan, dat vind ik heel awkward. Maar die begint strakker te worden. Dus jongens, ik heb heel erg flink uitgepakt. Ik heb ook wat ik nooit doe. Sojabonen en zeewier erbij. Het was ontzettend duur. Het is denk ik ook wel veel. Oh, lekker! Het is 4:30. Ik heb 2 zalmnigiris gegeten. Als voorproefje. Ik heb 0% geheugen. Dus ik ga nu inladen op mijn laptop. Ik ga de bol loslaten. Dan ga ik douchen. Mijn haar was wat allemaal heel lang gaat duren. Dan gaat hij naar boven vliegen. Dat is heel schattig. Gaan we samen douchen. Dan ga ik me opmaken, maar ik ga niet veel make-up doen. Ik ga misschien zelfs met nat haar. Het hoeft niet zo perfect. Blablabla. Want daardoor maak ik dus niet vaak dat soort video's. Ik ga gewoon met deze camera filmen. Gewoon chill. En ik heb heel veel sushi, dus het wordt denk ik wel een lange video. En ik heb wel wat vragen over date en over Ruben en over wat was het dan meer, ik weet. Ja. Dat is een probleem, Bol. Ik ben gewoon niet in de mood of zo. Kom ik zo moe? Nee? Ja, moet ik ook meer aan mijn uiterlijk doen? Zo van, ik ben niet net uit bed. Ik kom er dus net achter dat ik echt super veel highlighter op mijn neus heb. En dat is super storend, hele video. Ik had het niet gezien. Sorry. Ik heb net een mukbang opgenomen. Maar als je kan zien, ben ik heel erg moe en heb ik heel weinig energie. Dus ik denk dat het niet een geweldig leuke video is geworden. Maar ja. Ik ga dus niet meer voortaan eerder al eten halen voordat ik helemaal klaar ben en zo. Want nu had ik het 3 uur van tevoren gehaald en ik stort er helemaal in. Dus ja. Oh, even nummer 2%. Hij laat echt langzaam op. Ja, dat zo. Jongens, ik ben bij Lot. Hallo. En ik heb me net, hallo. Ik heb me net eventjes hier opgemaakt. En mijn camera ging dus niet aan. Kwam ik in de auto achter, dus ik was heel bang dat die kapot was. Maar gelukkig was die leeg. Dus ik ga hem nu in de oplader doen. Ja. En wij gaan nu voor Lots kanaal. En hoe noem je het nou? New Food Good. New Food Good Mood. Ja, dat gaan we nu opnemen. Dat vind ik echt super leuk. Ja, ik ook. Oké. Ik zei even nog over de leden. Ja, is prima. Ik wil er graag bij. Doei! Doei. Ik heb Polly en Lot heeft Liel. Nee, niet meer kruisen. Dat is vervelend. Dat is zo cute. Hola. Hallo. Schattig, schattig. Niet weer, Bolly. Oh ja, en dan gaan ze helemaal om het andere hondje heen draaien. Oh. Nou, en dan heb je dus 3. Dit is ook niet zo handig. Ik loop gewoon door het gras. Eeuw, drollen. Ja, je moet goed uitkijken hier. Willow, deze kant op het gras. Vandaag mag jij alles bepalen, Bolly. Nou, ik denk het niet. We staan weer over 4 uur nog steeds op het gras. Bolly, kom. Bolly? Bolly. Alweer? Ja. Tot de derde in een minuut. Zelfs als ik helemaal geen urine meer over heb, dan is het gewoon fantastisch. Hij is zo schattig. Fantastisch plassen. Nee. Nee, Bolly. Bolly? Daar gaat poepen door me uit. Waarom? Het bankje staat erop nu. Dat is lelijk. Dat is veel te ver. Die kant op dan? Of die kant op? Ja. Ja, gewoon klauteren. Ja. Nou, vlog? Ja, jij mag ook erbij zetten. Ja. Dat is leuk, joh. Weer wereld! Woehoe! Oh, ik weet niet of ik mijn aan heb staan. Waar moet ik op drukken? Kijk, maar ik ga zo aan. Wat zijn jullie lief? Ja. We gaan even een wandeling maken. Gaan we rennen? I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are.
We zijn aan het wandelen, jongens. Ik vind het zo leuk. Ik word er helemaal gelukkig van. Het zijn echt de liefste honden ooit, vind ik. Ja? Ja. Ze zijn echt zo ontzettend lief. En wij gingen net foto proberen te maken. Ben jij bij jou ook aan het filmen? Nee, ik maak een sfeerbeeld. Oh, hi. En we hebben een sfeerbeeld geprobeerd te maken. Hey, Lily. Zo lief. Oh. Hey, Bonne. Had je ingezoomd bij mijn camera? Nee, met mijn eigen toen, maar gisteren bij de mukbang. Ja, maar net toen je mijn camera... Oh, nee. We hebben de mukbang gefilmd en die zitten op het balkon te chillen. En ik dacht, ik moet even mijn camera pakken, want dit is echt zo schattig. Kijk. Kijk, hij kijkt ook heel trots. Kijk hoe cute hij is. Ik heb echt voel dat ik bij een gezin op bezoek ben. Ja, het is echt zo. Oh, je bent zo mooi. Ja, Charlotte wil graag Bolly's hoofd. Ja, ik vind Bolly's hoofd zo mooi. Ook met dat gele hier. Oh, kijk nou. Ik heb vandaag wel echt meer een band gekregen met de honden. Ja. Dat vind ik echt leuk. Maar ik weet nog wel dat je de vorige keer echt alleen maar Bolly leuk vond. Ja, nu hebben Lilo en ik ook wel een goede band gekregen. Ja. Had ik nou Lilo uitgelaten? Nee, Bolly. Ja, Bolly. Altijd als er iemand bij me is, geef ik ze Bolly als we gaan lopen. Omdat Bolly net wat makkelijker is. Nee, maar Bolly was heel irritant. Die stopte elke seconde. Ja. Hij is weer helemaal terug bij zichzelf. Bolly. Kijk eens. Kijk hoe jaloers. Lilo. Oh. Hij is blij. Oh, het is echt heel lekker zacht. Gasper. Ik vond het best wel grappig. Ik ben helemaal aan het inzoomen. Oh, wat fijn. Dat vind ik altijd erg leuk. Ze zit echt recht in de camera te kijken, of niet? Ja. Modelletje. Ja. En Bolly trekt er niks van aan. Nee, Bolly haat het. Echt, als ik van hem een mooie foto wil maken, dan gaat hij echt zo. Echt? Ja, en Lilo gaat op een heel goed. Kan je niet tussendoor een foto maken? Ja, kan je niet een foto van ons maken? Kan dat niet tussendoor? Nee. Zo aan, hij gaat heel snel aan. Goede leven. Ik kan dus niet in de zon kijken. Ik ook niet. Oh. Wie wel? Ik heb altijd snel last ervan. Je zag het. Ik dacht dat ik het niet zag. Wat? Dat ik raar ging doen. Oh, nee, ik zag het niet. Oh. Wat deed je dan? Omdat mijn jurk omhoog waaide. Oh, we dachten allemaal aan ons eigen ding. Gadver, mijn hand kleeft van en honden, ja. Honden en Anne IJs. Het is 9 uur en ik ga weer naar huis. Wow, ik kijk vrolijk. Oh god, het was echt ziek leuk. Ik mag Joey ook zo erg. Het was echt zo gezellig. Het was echt perfect. Het begon een beetje van, oh, hoe gaan we het doen met filmen? En toen nog tot de mukbang van, oh, mukbang. En zodra we de mukbang hadden opgenomen, was het 6:30. En toen was het echt chillings for life. En dan hadden we echt een heerlijke avond. Het is nog steeds licht. Het is al 9 uur geweest. Nu ga ik lekker naar huis. Wat grappig, want je ziet ook dat ik meteen veel helderder ben. Dat was ik vanochtend helemaal niet. Het was zo gezellig. Ik vind het ook wel echt de laatste tijd lekker om lang bij vriendinnen te blijven, merk ik. Vroeger bleef ik altijd best wel kort. Gewoon lekker een hele dag. Gewoon chill. Ik heb echt genoten en ik moet misschien tanken, zie ik nu. Nu lekker 3 kwartier naar huis. En dan ga ik thuis echt nog lekker dingen doen, want ik heb echt nog heel veel energie. Het was echt een topdag. Hey. Zo jongens, ik ben weer thuis. Hij is zo blij dat ik er weer ben. Ik mis Bolly en Lilo gewoon, hè? Lotte's honden. Ik heb vandaag echt met ze gebond. Echt kusjes gegeven. Echt zo lief. Nu ben ik ook weer heel blij mijn eigen bolletje te zien. Het was super leuk. Heb ik volgens mij net al gezegd. Het is echt heel leuk met Joey ook. We hebben leuk een vriendinnenfoto gemaakt. Heel random in het park. Gewoon even geklikt. En die is super leuk geworden. Die staat op mijn Instagram. Dat vind ik wel leuk. We hebben 2 video's gemaakt. De mukbang van mij is echt heel chill geworden. Niet heel boeiend qua waar we het over hebben, maar gewoon heel relaxed. En Joey deed ook half mee en zo, dus dat was echt leuk. Even kijken of ik heb mijn foto een beetje laat geplaatst. Hij is echt heel leuk. Nu nog even de Good Doctor kijken. Ik denk dat ik 12 uur naar bed ga. Het was een geslaagde dag. Ik ben helemaal blij. Morgen naar mijn ouders, zondag met Lynn. Dus
helemaal leuk. Ik heb echt vakantiegevoel. Hey jongens, het is nu zaterdag. Het is 3 uur. Ik heb me al opgemaakt, gedoucht. Even mijn haar nog doen. Ik heb lekker Love Island Nederland gekeken. Een beetje geëdit. Een beetje mijn bolly gechilled. Een beetje opgeruimd. En nu ga ik me aankleden. Volgens mij is het echt 26 graden in Baarn. Ik ga naar mijn ouders. Dus ik ga denk ik gewoon echt een chill zomerjurkje aandoen. Wat ik nog niet aan heb gehad dit jaar. Echt een zomersjurkje. En daar kies je voor. Weer daarvoor. Ga je mee naar boven? En dan kus. En dan ga ik naar mijn ouders gezellig. Lekker gezond. Van vroeg wat ik wil eten. Ik zei iets gezonds. Dus ik ben benieuwd. Dik zak. Doei. Oké, ik zie er vet leuk uit. Vind ik. Beeld vind ik het soms minder leuk. Maar het is echt leuk. De groene scrunchie. Sieraden, matching. En het topje heel oud van Primark. Rokje van Primark. En dan zo. Super leuk, hè? Ik heb echt nog geen enkel rokje gedragen dit jaar. Want het is nooit heel erg mooi. Maar ik doe het gewoon lekker. En hier heb ik een tas met kleding. Ik vind het altijd lekker om extra kleding mee te hebben. En doe ik weer deze tas erbij. Even denken dat ik een foto wil maken misschien. Oh, hier zie ik echt niks. Oh, ik moet echt beneden ook een goede spiegel hebben eigenlijk. Ik twijfel een beetje nog over de top. Oké, toch maar voor deze gaan. Ja, misschien iets minder leuk, maar ik vond het andere net iets te bloot. Voel ik me dan niet helemaal chill, want het is al heel bloot. En ik ben lekker bezweet inmiddels. Poeh. Maar doei! Zo, ik had gelukkig ook deze jurk meegenomen, maar het is toch net wat koeler. Want het is vet heet, joh. Niet normaal. Ik heb net de parasol neergezet. Want in de volle zon is het echt heet. En nu gaan we Kiekeboe uitzetten. En hier staan een paar hapjes, want ik wilde gezond doen. Dus hij heeft heel lief. Niet te veel. Gewoon, het is gewoon zijn hobby. Ja. Wat denken jullie dat papa in mijn water heeft gedaan? Kijk, hier is een koeienprins. Het is geen koeienprins. Dat lijkt bij mijn auto. Bij je auto. Okay. Je ziet echt niet wat het is. Lekker gemaakt. Jongens, comment het even, want jullie commenten nooit als ik het vraag. Het is in ieder geval zuurstof voor bellen. Zie je, zit er weer een soort van poep op mijn been. Favoriete vrucht. Nou, dit is niet mijn. Hier, kak. Ja, maar het is gekke braam. Ja, is jouw lievelingsvrucht. Ik ken niemand die zijn lievelingsvrucht een braam is. Mijn ook niet. Ik heb altijd. Mijn blauwe beste frambozen. Ja. En dit is echt een leuke vlog. En ik vind die diepvrieszak van Albert Heijn met bijvoorbeeld aardbeien en die kleine rooibesjes erin. Heel lekker. Die zijn 3,99 of zo. Grote zak. Die hebben iets heel fris. Ik zoom in op jullie handen. Je hebt iets heel fris. Ja. We gingen vroeger met mijn moeder en vader gingen ook de bramen plukken. Ik ook. Ik vind bramen ook wel lekker als je ze plukt. Doet me niet heel veel om bramen. Maar zo'n bakje door yoghurt. Een framboos doet me echt wat. Daar word ik echt gelukkig van. Maar die gaat echt ook een smaak samen met de yoghurt maken. Ja. Kijk, hoe ga je zo mooi spelen? Ik heb dus, je weet toch dat ik twee... kinderen die op Bolly leek als ik eruit gehouden. Die twee dat je zei. Oh, ik dacht even dat je dat voor kinderen in je klas had. Nee, maar ik heb niet hier. Maar toen heb ik een keuze gemaakt. Er waren twee mannen. Om maar eentje van te verkopen. Dus die is weg. Ja. Eentje gehouden, die is nu binnen. En die ga ik nu matchen met een geel jonkie. Bolly heeft echt een leuk karakter. Ja, ze heeft een karakter. Echt goed. Ja, maar die stopvogels zijn dit. Oma is er nu ook? Oh, sorry. Ja, is mama? Ja. Soep? Nee. Israëlische van erwten? Israëlische kok. Wow. Ja. Papa, wat, is dit guacamole of is het van erwten? Dit is van erwten. Nee, dit is tuinbonen en avocado. Jeetje. En dit? Met yoghurtdressing? Dit is raita. Oh, grove raita. Lekker. Oh, ja. Raita? Dat heb ik altijd bij de curry. En wat is eruit, hè? Dit zijn tuinbonen en avocado dip. Het is natuurlijk vegetarisch allemaal, hè? Zo. Dat is zelfgebakken brood. Maar moet je niet een ander kussen? Ik ga weer naar huis. Het is nu bijna 9:30, dus ik ga snel, want dan is Bolly nog niet in slaap. Hier is mama. Hier is Kiekeboe. De kip. Leuk, hè? Dat je dit over een maand in mijn vlog terugziet. Ja. Hi, Kiekeboekoe. Hi, wil je zelf zien, schat?
Door het raam. Kijk, dit is het raam. Nee, ze gaat bijten. Ze kijkt een beetje gek. Ziet ze zichzelf? Nee, ik denk het niet. En waar is de poes? Die is naar achteren. Die gaat even naar de overkant. Meestal poepen bij de overkant in de tuin. Oh, daar is papa. Doei, pap. Doeg, Charlotte gaat met de auto. Ja. Goedemorgen allemaal, het is nu zondag. Het is 12 uur en ik ga lekker naar het strand. Bolly is ontzettend vervelend. Er zit dus een vogelnestje, denk ik, hier boven mijn huis of in de dakgoot. Sinds 5 uur 's ochtends is hij aan het roepen. Gewoon, gewoon super vervelend. Omdat je heet het chip, 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 chip hoort. Dus dat is heel jammer. Ik heb heel weinig make-up op. Ik heb, wow, het lijkt alsof ik heel veel op heb. Nee, ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. En mascara en een drupje concealer, maar echt vrijwel niks. Want ik dacht, het valt wel mee met wallen. En vaseline op mijn lippen. En we gaan dus lekker naar het strand. Vorig jaar ging ik nooit naar het strand in Nederland, omdat ik me gewoon niet prettig voel in mijn lichaam. Maar nu heb ik gewoon een badpak aan en boeit het me eigenlijk niet. Ik was toen laatst ook met Ruben naar Muidenberg gegaan. Maar haar moet ik trouwens denk ik wel vast doen, want het is echt heel heet. Soms zie ik mensen met los haar en denk ik echt, hoe doe je dat? Nog een tip trouwens. Mensen denken altijd dat ze geen sieraden of zo aan kunnen als ze naar het strand gaan. Maar deze zijn natuurlijk van Come One, maar dit is de stainless steel. Deze zijn echt heel mooi. En dit is ook stainless steel. Misschien doe ik deze nog wel af, want ik vind het soms een beetje zweterig. Ik ben een beetje zo hooggevoelig daarin. Maar deze kun je prima inhouden en het maakt je look toch af. Mijn badpak is ook goud. Ja, het is een beetje naakt, maar dus dat is super mooi. En ik heb ook mijn enkelbandje. Enkelbandje heb ik nu al 3 dagen om. Deze is volgens mij niet stainless steel trouwens. Dus die moet ik wel afdoen als ik de zee ga, maar dat ga ik niet doen. En dit jurkje van ASOS, die dus vrij kort is, maar voor het strand kan het wel. En dan heb ik echt serieus nog geen 10 minuten aan mijn uiterlijk besteed. En zie ik er toch wel gewoon leuk uit. En ben ik gewoon chill voor strand. Ik kan gewoon bruin worden, want ik heb geen make-up op. Luchtige kleding, dus dat is wel even leuk. Jij blijft lekker hier. Ik heb de gordijnen wel vrij laag. Het wordt gewoon bloedheet. Ik laat de ramen open. En hier is troep. 2 tassen mee. En dan ga ik nu lekker met mijn beste vriendinnetje naar het strand. Geïnstalleerd. Het is echt ziek heet. Er is echt geen wind bijna en geen schaduw. En... oh, ijsje. Wat nemen jullie voor ijs als je op het strand bent? Ik ben wel benieuwd. Als je, hoe heet het? Berenijsje, raket, calippo, twister, cornetto, magnum. Ik doe altijd twister. Hallo. Oh, ik ben heel bruin op beeld. We hebben heel lang in de zon gelegen. Nu gingen we naar de auto lopen, maar we zitten heel even op een bankje in de schaduw. Want als ik net zo lang in de zon heb gelegen, wordt het een beetje duizelig. Even dit water drinken. En dat was het. Doei. Het was echt heerlijk. En ze heeft er even een foto van mij gemaakt. Want ik moest nog met een naked outfit een foto maken. Met een van de items. Deze is best wel gewoon zo grappig leuk geworden. Uit de auto van haar. En nu ben ik lekker in mijn autootje. Ik ben echt... ik zie er echt vet gezond uit. Echt lekker. Zon doet echt zoveel goeds voor mij. Echt wauw. Ik ben een heel klein beetje verbrand op mijn benen. Want ik had maar weinig zonnebrand. En ik dacht, dit is belangrijker om in te smeren. Mijn benen heb ik nooit zo veel last. Die verbranden niet zo snel, maar ze zijn toch een beetje rood. En ik heb echt vol 3 uur in de zon wel gezeten. Dus heel lekker. Dus dan is het lekker, want dan sta ik morgenochtend op. En dan hoef ik echt bijna geen make-up op naar mijn werk. Dat vind ik echt heel chill. En nu rijd ik niet binnendoor naar Muiden, maar rijd ik even via de snelweg. Ga ik even naar de Maxis. Even misschien naar de supermarkt. Water ijsje halen. En misschien heb ik nog iets nodig. En... een ventilator. Want ik had net voor het uitgaan met Rup een hele chiller gekocht. Maar die staat bij hem en die mag hij wel... oh, weer een musje. Mag hij wel houden. Dus... heerlijk joh. Want wij gingen nooit samen naar het strand. Ik ga nooit met iemand naar het strand. Omdat ik me altijd te ongemakkelijk voel in mijn lichaam. Maar nu heb ik echt iets van... weet je, doe niet zo spastisch. Ga lekker je badpak. En zij vond het ook echt vet chill van... hè, eindelijk een keer lekker samen op het strand. Weet je. Dus ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Als je dat dan eenmaal doet, dan is het ook makkelijker om het vaker te doen. Dus ik ben heel blij met dit, deze 4 dagen. Wat een heerlijke 4 dagen heb ik gehad, zeg jongens. Echt... vrienden zijn zo waardevol. Oké, jongens, het is inmiddels om 11:15. Ik was nog even mukbang aan het klaarzetten. Oh, mijn ogen. Ik heb geen bril. En ik was mijn sleutel kwijt, maar die lag hier bij mijn camera. Ventilator in elkaar gezet. Wat echt, die van Big Bazaar is echt niet aan te raden. Van 16 euro. Het is echt gewoon een plastic ding. En je moet alles zelf in elkaar zetten. En hij maakt wel zoveel herrie. Maar goed, ik heb hem nu. Het is echt heel heet boven. Hier beneden gelukkig niet. Voor Bolly heb ik later ook de ramen open. Want hij is echt heel warm. En morgen 3 dagen werken en dan dus volgende keer Antwerpen. Na 3 dagen werken. Dus ik heb niet heel veel me-time gehad. Niet heel veel me-time gehad, maar wel echt hele leuke dagen. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Doe even je duimpje omhoog, ook als je dat normaal niet doet. En vergeet niet ook te antwoorden op de vragen die ik in deze vlog heb gesteld. Volgens mij heb ik dat wel een paar keer gedaan. Dat vind ik altijd leuk. En ik ben lekker rood.
Mijn benen ook. Hopelijk morgen lekker bruin. En doei! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben een beetje in haast. Ik kon niet wakker worden. Ik kon gisteren niet slapen, want ik heb zo'n lekker weekend gehad. En ik was naar het strand geweest. Dat ik gewoon helemaal een soort van vakantiegevoel had. Oh nee, mijn ei is opengebarsten. Echt gewoon niet kon slapen. Dus ik heb echt 6 uurtjes nog geen eens geslapen. Wow, dat is lekker op het begin van de week. Ik was even eitjes aan het koken, broodje in de oven. Ik dacht, ik ga me maar vast aankleden. Normaal ga ik eerst in mijn badjas heel rustig me opmaken. Maar ik ga nu zo weinig wat ik heb op doen. Ik ben vet bruin van gisteren. En mijn schoonmaker komt straks. En ik was een klein beetje vergeten. Dus ik ben echt als een gek alle zooi aan het opruimen. Want mijn hele huis ligt vol met zooi. Ja. Ik dacht, ik kleed me maar van snel aan. Heb ik dat gedaan. Maar ik moet eigenlijk echt mijn haar stylen. Nu make-up doen. Het is al half. Dus ik moet over... Oh ja, over een half uur pas weg trouwens. Dus dat zat allemaal wel mee. Maar ik moet even boven nog opruimen. Drama! Ik ben niet eens zo heel erg bruin. Ik moet echt mijn haar fixen, maar zit echt niet. Ja, ik ben wel bruin op beeld. Lijkt wel witter. Eigenlijk is deze blouse ook een beetje... ziet er een beetje oud uit. Maar ja, doei! Zo, het is over 5:00. Ik moet zeggen dat het eerste werkdagje er wel even ingehakt heeft. Dat is echt een superleuke dag. We zijn weer met Cito begonnen. Dat is heel gezellig. Ik merk gewoon... Het voelde een beetje alsof we vakantie hadden gehad. En de kinderen hebben me ook altijd wel gemist. Dan denk ik hen ook wel. Ze luisteren goed. Het was een lekkere dag. Ik ben nu alleen echt heel moe. Ik had een NDO, een soort vergadering. Net nog hard gewerkt. En natuurlijk ontzettend kort geslapen. Vanavond op tijd slapen, dan komt het goed. En ik weet alleen wat ik ga eten nu. Ik heb vet goed. 2 van die donkere, van die verkoren broodjes met ei. Nou, ik zat echt super goed gevuld. Ik merk wel, ei is natuurlijk meer calorieën dan smeerkaas, maar ik zit veel langer vol. Ik ben nu helemaal niet hongerig, maar ik had me dus heel dom laten verleiden door chocomel uit de automaat en een paar koekjes. Ik had heel even dat ik het pakte zonder na te denken, wat ik nooit meer heb. Toen dacht ik daarna, oeps, waarom doe je dit nou? Dus daardoor heb ik niet heel veel meer voor mijn avondeten. Dus ik moet even kijken. Ik heb nogal wat in huis, maar niet echt geweldig. Ik twijfel of ik naar de appie ga, maar dan wordt het wel weer laat, weet je? Dan moet ik weer ouders tegen of ik moet naar de Maxis, maar dan ben ik daar weer te lang. I don't know. Of kan ik hier gewoon wat in elkaar flansen met wat ik in huis heb? Ik weet het even niet. Hallo jongens, het is nu dinsdag. Ik had heel weinig make-up opgedaan vanochtend, waardoor ik heel veel tijd over had. Dus ik ging bestellingen maken. Dus dat is fijn, dus die kan ik zo op de post doen. Nu heb ik even een bord gemaakt, want ik heb vandaag gym. Dus dan doe ik het vaak gewoon in de ochtend. Zoals komt mijn leerkrachtbegeleidster. En er zijn ook best wel wat kinderen die suikerfeest hebben. Dus ik moest even denken welke les ik dan gaf. Want zij wil wel een bepaalde lesje, maar ik wilde ook weer niet een nieuwe stof aanbieden. Dus dit is het geworden voor vandaag. Zo, het is 4:00. Ik ben moe. Ik had een hele leuke dag. Het gesprek met de begeleider was goed. Echt een leuke dag met de kinderen. Maar een beetje moe van Cito nakijken en zo. Nu ga ik me even beneden omkleden om te sporten. Ik wil echt. Ook ben ik moe. En dan naar huis. Ik kan dus makkelijk met deze oorbellen sporten, maar het was altijd een beetje raar om met oorbellen te sporten. En dan moet ik ze zo opbergen dat ik ze niet kwijtraak. Ik ben net aan het filmen. Wow, aan het filmen. Oké, er komt even een collega aan. Maar, ready to go. Goedemorgen jongens. Ik weet niet wat ik vandaag goed heb gedaan. Maar het is nu 59. En dat is 3 minuten eerder dan normaal. En dan ben ik precies op tijd. Dus dan moet ik nu ook gaan. Heerlijk. Ik heb weer lekker weinig make-up op. Alleen mijn ogen en mijn wallen. En met een hele lichte concealer. Een soort van hele lichte dunne roze. Dan zie je ook helemaal niet zo'n concealer zitten. En ik heb dit jurkje weer eens aan die ik al sinds vorig jaar zomer niet aan heb gehad. Ik ben iets minder van de vrolijke kleding namelijk dan een jaar geleden. Ik dacht dat ik deze te heftig vond, maar het valt wel mee. Ik ga zo nog even mijn oorbellen in, want die zitten nog steeds in mijn tas van gisteren en mijn enkelbandje en zo. Wel vast deze leuke hartjes, mijn fave. Ik hoop dat die binnenkort weer leefbaar is op Komoa, want het is al heel lang niet leefbaar. Een zwart glitter scrunchie en deze schoenen erbij. Geen idee of die erbij passen, maar die stonden beneden en die heb ik net aangetrokken. En ik was vanochtend weer wat afgevallen, dat was heel erg chill. En ik heb heel veel honger, maar ik heb heel weinig eten in huis. Dus daar baal ik van. Dus ik twijfel nu of ik mijn bak met... Ja, ik ga mijn bak met roti gewoon voor de zekerheid. Ik heb geen zin om nu snel langs de buurtje op de markt te gaan. Oké, adios!
Goedemorgen jongens, het is nu donderdag. En het is 10:15 en ik ben op het station. Met mijn koffer en mijn chillkleding. En Ro, 35 minuten tijd maar om op te nemen. Ik was er al bang voor, maar ik had geen tijd meer om in mijn laptop te laden. Dat is heel dom. Ik ga even de Starbucks halen en ontbijt. Ro is daar ergens beneden. En dan gaan we naar Antwerpen. Reacties gekregen op die vorige vlog. Oh ja, op jou. Sorry dat ik ga nu normaal praten. Oké. Okay. Kijk hoe je er nu op uitziet met je bril en je muts. In de lente. Ze komt uit Suriname, dus ze heeft het koud. Dus ik heb het een beetje koud. Ik heb dus ontdekt voor mensen die ook calorieën tellen, dat we hier bij A2Go, hieronder, dus de calorieën staan. Dus dat is echt heel chill. Ik kan hem scannen. Ik vind het wel echt weinig wat erop zit. Ik heb dit, want Robin zei dat ze naar de Starbucks moest en uiteindelijk heeft ze ook geen Starbucks gehaald. Dit is een cool brew latte. Ja, ik vind Starbucks gewoon echt afzetten. Ja, ik ook. Met havermelk. 5,85. Watermelon. Deze. Moet die uit? Ja, het is schijn. Ja, we zien. Ik wil Belgisch praten. We zijn bijna gearriveerd. We zijn er bijna. Best snel, hè? Het is echt snel gegaan. Niet inzoomen. Oh, sorry. Waarom doet iedereen dat? Omdat het leuk is. Nee, heb je er zin in, schat? Ik hoop dat de zon een beetje schijnt. De zon schijnt. Nee, we zijn nu bijna in Antwerpen. Gaan we lekker naar het hotel? Ja. Even opfrissen. Wat was het voor heel het praat? Ja, we gaan lekker het recht tegen het station. Echt ja, echt leuk. Maar ik heb alleen maar zomerse mee. Alleen maar nee, je kan eventueel een jas van mij lenen. En je hebt een mooie trui met twee vlekken erop. Over. Mooi. Een grote stad. Oh ja, mag en je kan schelden. Overal met de fiets komen. Ja, geweldig. Jongens, ik vraag me bij een infodingetje waar is het hotel? Hij zegt, kijk eens. Hier komen we eruit. Er moesten wel drie roltrappen omhoog. Hier is het hotel. Ja, hier. Super chill. Super, super chill. Wow. Dat is wel echt top hoor. Ja, ja. Want als we moesten parkeren, moesten we... Ik snap het wel, weet je. Dan moet je €20 betalen, terwijl de tickets maar 40 zijn retour. Ja. Echt super chill. Ideaal. Ideaal hoor. Hallo. Ik mag echt wel even een beetje wat gaan fixen. Hier hebben we ons kaartje. Bread 2, it is a must. Yeah. Onze kamer is op de 7e verdieping. Oh, heb jij gehoord? Ik vind het leuk om... Waarom zit jouw jas op mijn kop? Maar... Welke kamer? Staat op dat envelopje. 727. Oké, okay, rechts. Oh, ze heeft het net, denk ik, pas klaargemaakt. Altijd als ik in een hotel ben, laat ik even zien hoe het eruit ziet. Ik hou van zo'n tapijtgang. Ja, ik vind het zacht, hè? Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Hi. Hallo. Wat een lange. Huh? Het is vet groot. Had ik echt niet gedacht. Huh? Ja, het is echt. Huh? Ik dacht dat het heel... Maar die gang slaat eigenlijk nergens op, maar toch lekker het gevoel van... Oh! Groot bed? Heel groot. Oh, ik ben blij. Oh, dit had ik niet moeten doen. Oh, ik ben heel blij hiermee. Oh, ja, beter jij daar denk ik hier, want ik ga vaak plassen. Oh, dit is lekker, hoor. Hou op. Wow, jongens, even serieus. Deze kamer was uiteindelijk €118. Het zit recht tegenover Centraal Station. We hebben gratis ontbijt. We kijken hier uit op een afvalhoop of zo. Wat is dat? Hè? Nou, prachtig uitzicht van de binnenstad. We hebben niet een mooi uitzicht op het station. Waar is het station? Aan de andere kant. Ze zeiden met uitzicht op het station, maar dat boeit me echt niet. Maar de bedden, dit is gewoon twijfelaar. Bro, wat formaat is dit? Wat formaat is dit bed? Het is kleiner dan een twijfelaar. Maar dit is groter dan één persoon. Ja. Ik ben zo gelukkig, want slapen is voor mij de enige reden om... Extra kussens op elkaar, lange gang. Waarom deze gang? Wat heb ik... Ja hoor. Oh.
Ja hoor. Oh, lekker. Ik weet niet waarom ik dacht dat het een bubbel. Ik wil douchen, daar heb ik echt zin in, Rook. Oh nee, ik denk dat je je pasje erin moet doen. Dat moet altijd. Ik ben zo intelligent, dat is echt niet te doen. Ja, nou, kijk dan, ze hebben ook allemaal spullen. Nou, maar dit vind ik echt heel goedkoop. Ja. Tuurlijk, mensen gaan zeggen, ja, het is duur, maar wat nou, we hebben alles, hè, Ro? Kijk nou, jongens. Ik ben vet gelukkig. Ik ben echt heel gelukkig, want ergens ben ik kritisch, maar ergens valt het ook wel mee. Het moet gewoon prima zijn en dat is het echt. Heel blij. Echt heel leuk. Echt. Okay, ik heb lekker gedoucht, ook al heb ik een paar geleden thuis nog gedoucht. We zitten dus in het Hampton by Hilton Hotel, echt recht tegenover het station. Het is super chill. Roos, even koffie halen. Ik ga even lekker douchen. Nu ga ik even me aankleden. Ik ga gewoon een jurkje aan doen. Ook al is het niet zo warm. Dan doe ik vanavond een broek aan. Oké. Okay. Het is denk ik 17 graden en het gaat regenen. Dit is mijn outfit. Oh, het is geen mooi weer. Nee, het is goed weer. Hot weer. Oh, we gaan nu winkelen. En nou, zullen we dat zo lopen? Daarna uit eten. We gaan eerst even iets eten. Vind jij het ongemakkelijk dat ik vlog? Nee, toch? Ik vind dat een beetje raar voelen. We moesten even winkelen van onszelf. Dit is een vet mooi H&M. Kijk hoe een chill hokje. En ik ga dit allemaal passen. Dit vind ik geweldig. Alleen, dit accentueert natuurlijk wel heel erg je buik. En ik kan ook een keertje gewoon daar lak aan hebben. Maar ik vind het zo leuk staan, dit pakje. En de stof is ook heel fijn. Maar ik moet het wel aan gaan trekken. Kijk, het is echt een strakke elastieke band. Als dit gewoon niet een strakke band was, zou het... Ja. Ik weet niet, ik vind het echt... Lastig, ik moet het wel dragen. Ik moet ook niet laten verder door de kleur, want ik vind die kleur ook altijd echt heel leuk staan. Het is al een stuk heftiger, je ziet ook meer mijn buik in trouwens. Ik moet zeggen dat ik ook heel erg opgezet buik heb nu door mijn darmen, maar dit is echt super pikant. Dan denk je van oké, leuk voor alleen op vakantie. Maar dan heb je ook nog lange mouwen, het staat nergens op. Ik dacht ook pas eens een wit spijkerjasje. Dit is een L en is eigenlijk best wel groot, maar ik hou heel erg van wit. Dus ik dacht, waarom koop ik niet een keer een wit spijkerjasje. En hij is 30 euro, dus dat valt wel mee. Maar hij is wel echt groot, dus een maat kleiner. Ja, ik hou heel erg van wit. Dit is de paars in M. Ik vind wit en paars allebei super leuk. Maar zelfs M is nog heel groot. Maar ik denk niet dat ik dan nog een maat kleiner moet gaan. Het is een beetje groot, dus wel leuk. Welke kleur vinden jullie leuker? Ik heb natuurlijk nu al gekozen. Ik denk dat ik voor paars ga. En als ik dan zilver misschien later voor de witte. Paars is iets opvallend. Dit is echt verschrikkelijk onaantrekkelijk. Ik blijf heel dik in. En dit blouseje. Vind ik leuk, maar het gaat niet over mijn buik. En dat wil ik altijd, zoals jullie weten. Ik heb echt heel vaak dat ik leuke witte blouses zie, maar dan wil ik ze dus zo. Ja, dus dan ga ik me niet nemen, want dan ga ik me te weinig dragen. Deze vind ik wel chill, zoals jullie weten, leef ik echt het liefst in blouse-jurken. En ik ben even gestopt met denken, oh, dit is saai, het lijkt op wat ik al heb, want het is best lastig om chillen te vinden. En deze vind ik echt heel erg chill. Hij is wel net iets langer dan ik zou willen, want ik wil altijd of zo, of over je knie eigenlijk. Nu zie je nog net die knieën zo eronder. Hij is misschien ook een beetje wijd. Maar het is wel een hele lekkere stof en goed bij de armen, maar ik kan hem niet super leuk staan. Ik moet even over nadenken. Wat vinden jullie van deze? Ik kan even niet lager. Net een beetje groot, hij gaat dus wel lang genoeg. Ik denk net een beetje te groot maat. Wat vinden we van deze jurk? Ja, ik draag nooit blote armen. Een beetje te groot hier ofzo. Niet sexy of zoiets. Zo vind ik dit jasje dus ineens super lomp, jongens. Dat je echt denkt, wat een zak. Hè? Hoe kan dat? Oh. Heerlijk als je een dag dik voelt. Echt waar, als dit een leukere print had en een paar maten kleiner, zou ik dit echt heerlijk vinden. Maar deze print... Nou, kijk, het liefst loop ik dus in dit, hè. Ik hou hiervan. Qua model. Oh. We gaan een fiets doen nu.
We wilden lopen, maar we zijn nu echt best wel ver van ons hotel. Dus dit zijn twee stops verder, hè? Dus de derde die we tegenkomen. Dan gaan we dus de terugweg met de fiets doen. Maar mogen we wel door de winkelstraat met de fiets? Ja, door die straat. Geef je paswoord op en druk op enter. Wat is je paswoord? We hebben een fiets, hè? Kijk, kijk eens. Heb je ook zo'n chill mondje met de elastiek? Hallo. Ja, ik heb ook een mandje, maar zonder elastiek. Oké, kom, we gaan fietsen. Niet laten vallen. Nee. Wacht. Hoi. Maar mogen we hier van zijn? Ik, volgens mij wel. Oh my god. Hi, schat. Oké, fiets. We kennen nog. Ik had eigenlijk 5 euro cash in mijn portemonnee, maar ik voelde dat die kraam niet goed was. Dus ik heb gelogen. Dat is ook niet heel erg. En nu heb je echt een veel lekkerdere. Kijk wat het kind heeft. Het kind houdt van zoet. Oh, dat is dat. Ja. Jongens, hoe geweldig is dit? Zo leuk. Ik zeg, ik lig het aan Rosie. Ik weet wat het is, maar dit pakje verhult compleet mijn buik. Gelijk met die ik dus net heb gekocht bij H&M, zit ik echt te denken van, dit is echt beter. Met dit jasje. Dit is echt geweldig. Ja, ik vind het nog leuker dat je op beeld ziet nu. Zo leuk. Dit is het pakje trouwens. Echt perfect. Verhult perfect al mijn... Hij is hier alleen een beetje wijd, zie ik. Oh nee, hij kan hier natuurlijk nog dicht. Ja, dat valt hij niet open. Ja, ik moet dit nemen. Maar ik zou hem graag willen gewoon ook in een effe kleur of zo. Jongens, wij zijn thuis. Het is 7 uur. Kwamen terug met de fiets. En toen hadden we helemaal geen plekje, dus ik raakte in paniek, maar we hadden echt na een paar minuten plek. Oh, ik ben te moe om te praten. We zijn helemaal ingekakt. Ik heb dit jasje gekocht. Die bruine jumpsuit heb ik teruggebracht naar de H&M. Toen mocht ik dus... Wat? Toen mocht ik dus geen geld terugkrijgen in België. Want toen zei ik van, oh sorry, dat wist ik echt niet. En toen uiteindelijk kregen we het gelukkig wel terug. En ik heb dus deze gekocht. Ik twijfelde, maar omdat hij echt goed doet voor mijn figuur heb ik hem gekocht. Dus dit en dit. Nu ga ik weer douchen en weer mijn make-up eraf halen. Ik ben echt een soort smet. Wat? Ik kom hier helemaal ontploft. Ontploft maar. Ja. Ja. En dan omdat ik er langer... Oh nee, Roog gaat haar was en zo. Dus ik zei, ik ga eerst douchen. Dan kan ik dan weer opnieuw make-up doen. Ik ben blij dat ik deze jurk uit kan doen. Want het is gewoon... Ik voel me een beetje zo'n jufje. Dat wil ik niet. Maar ja, wat moet ik dan aan vanavond? Ik heb alleen een zwarte broek en of die leopard blouse of die stippen blouse. Leopard. Waarom? Oh, ik doe even mijn lenzen. Oh, ik ga ook mijn lenzen. Heb jij ook lenzen in? Mhm. Huh? Ja, ik koop ze. Sinds wanneer heb jij lens? Ik moet altijd een bril dragen. Ja, ik ga nu ook mijn lenzen dus uitdoen. Vind jij dat ook vermoeiend? De hele dag je lenzen in. Ja, ik voel het in mijn ogen. Ik ga nu dus ook mijn lenzen uitdoen voor rust. Fijn. Ja, ik wil echt rust geven aan mijn oogbal. Heerlijk. Ik heb ook een badpak mee. Ik dacht, why not? Oh, ik heb zin om deze pyjama aan te doen en lekker te slapen hier. Oma.nl. We hebben ons lekker opgefrist. En ik heb weer meer sjaan in dit blouseje. Niet heel bijzonder. En nu gaan we lekker op de fiets. En ik heb mijn haar gesteld. Ter informatie. En ik heb zo erge hoofdpijn. Ik hoop dat het zo even goed drinken weer. En we gaan nu fietsend gewoon op zoek naar iets leuks. We hadden eerst op internet gekeken, maar toen dachten we laten we gewoon lekker fietsen. En het is echt top weer. We hebben echt heel veel geluk hiermee. We hebben echt geluk. Echt heerlijk. Oma is iced tea. Wow, lekker. We gaan een pizza delen, want we willen dan daarna bijvoorbeeld nog nachos kunnen eten ergens of zo. En een tomatensalade. Lekker. Dit is onze pizza. En ik ga natuurlijk de salami ervan afhalen, maar ik vind het niet erg als er vleessap op zit. En we hebben ricotta erop. Oregano. Nee, ik eet alleen kip en vis. Best wel veel. Jam. Hij is lekker, hè? Smaakt het, schat? Hij is echt lekker, hè? Ik wist niet dat salami vark was. Ja, we hebben heerlijk een saladetje erbij. Wel echt een mini-salade, maar wel lekker. Karafje water. Eet smakelijk, baby. Gaan we weer. Roy heeft eventjes snoep gehaald in deze mooie supermarkt. En we zijn dus bij Red Light District. Maar we voelen ons opgericht, want we zijn helemaal enthousiast over het restaurant. En nu zag ik op de bon dat we voor het kraanwater dat er 5 euro was gerekend. Dat vinden we echt niet leuk, want we hebben best wel fooi gegeven. Het gaat er gewoon om, we vroegen om kraanwater. Ja, want we hebben nu 2 drankjes.
één pizza en een kleine tomatensalade voor 35 euro. Dat is best wel duur. Nou, het rare is dat we vragen om kraanwater. Dan moet je zeggen, kraanwater kan ik je niet geven. Ja. Ik geef je een fles van 5. Want we hebben ook maar beide keuze. We hebben ook maar een derde van de fles gedronken. Maar hij zei, hè? Ali, jullie had... Ja. Ja, we hebben de halve fles staat er nog. Nee, die halve fles staat er nog. Ja, ik heb één glaasje genomen. Ik denk als we deden het plassen. Ja. Maar nu gaan we weer fietsen en ik heb mijn bril op voor mijn droge ogen. Dus je kan maar niet vloggen zeker, hè, terwijl ik fiets. Jawel. Nee, maar dat vind ik gevaarlijk. Wil je een klein stukje? Ik wilde net vragen of je mij een stukje wilde filmen trouwens. Ik vind het echt geweldig. Rob, we moeten hier een traditie van maken. We hebben zoveel contact met mensen hier. Sowieso niet normaal hoeveel knappe mannen er in Antwerpen rondlopen. Echt? Ik denk dat 90% vind ik aantrekkelijk. En ze kijken allemaal. Dat klinkt raar. Ik bedoel, ze maken allemaal oogcontact. Elk mens hier maakt oogcontact, maakt een babbeltje. Superleuk. We hebben echt zoveel lol gehad net met twee Antwerpse mannen die ons niet konden verstaan. En toen ging ik een Antwerpse accent opzetten en toen verstond hij me ineens. Ja, wat grappig. Ali, en waar ik je nu mee dan? Ja! Ik zei jij en ik zei waarblief en toen verstond hij me ineens. Vet raar. Nu kunnen we dus onze fiets hier zetten en dan zei hij dat we naar de water moeten gaan. Naar het water. Maar het is echt leuk. Nee, maar het water is echt... De water. Een of ander gek water? Feest. Nee, bij de water. De water? We gaan nu hier onze fiets parkeren, maar ik wil hem niet wegdoen. Ik vind het zo leuk. We zitten nu hier. Dit zijn onze nootjes. Tangoavond. Ik wil ergens nog wat eten. Een halve pizza is niet genoeg. Super grappig. En mojito. Ik hoop dat ik er tegen kan. Ik heb er echt zin in. Sex on the beach. Sex on the beach, hè? En? Lekker. Dus sterke drank, hè, vrouw? Ik vind het super, super lekker. Ja, lekker. Lekker, hè? Oh, ik wil hier echt zo driedubbel grote van. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Het is nu een beetje van de hal. Robbie. Ik ben ook... Zo genoten, jongens. Ik ben zo gelukkig. Ik ben echt gelukkig. Het is 1:30. Welkom bij Velo. Ik ben zo gelukkig. Echt. 12. Weet je, het is zo fijn om te weten dat je gelukkig bent. En dan ook nog eens dat zo'n leuke avond je nog gelukkiger maakt. Heel blij. Zo leuk. Het is nu 1:30. Er waren geen fietsen meer, dus we hebben een klein stukje gelopen. Kijk. Neem de fiets uit slot 3. Is het echt deze. Kijk, en dan pak je dus hier een fiets. Nu gaan we lekker naar huis. Al hele vlog gaat erop. En we hoeven pas... Wat heb je gedaan in Antwerpen? Oh ja. We hoeven pas om 9:55 op en dan gaan we onze sportkleren aan doen. Dan gaan we om 9:30 naar het ontbijt. En dan om 10 uur... eigen wafels maken. Om 10 uur... Dat is toch het meest... Wat heb je gedaan? Gefietst en wafels. Ja, eigen wafels. Om 10 uur gaan we sporten. Ik heb weer... Echt even sporten. En dan gaan we lekker heel lang gewoon douche klaarmaken op de kamer. Klaarmaken. Oké, doei. Dat is raar. Ik wil even zeggen dat we allebei onze outfit niet hebben kunnen laten zien. Omdat we een jas aan hadden. Oh, ik ben moe. Wat doe je nou? Mensen, we gaan lekker slapen. Het is een hele fijne avond geweest. Het is zo chill. We hebben dus serieus allebei één eigen cocktail en eentje gedeeld. Maar we echt perfect. Geen last van, niet dronken, geen kater morgen. Zo lekker genoten. Morgen wafels bakken. Wafels bakken. Als die wafels morgen op zijn, dan ben ik helemaal gek. Ik ben zo gelukkig, Ro. Ik kom me echt bij. Ik hou van het leven. Heerlijk slapen. We gaan nu zo lekker ons gezicht reinigen. Ja, ik ga lekker douchen nog even. Oh, ja, ik ga lekker niet douchen, ik heb al 2 keer gedoucht. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen. Dan gaan we lekker in bed kletsen tot we in slaap vallen. Kijk, deze hele gangpad vol met kleding. Oh, dit zijn echt hele slechte sokken trouwens. Van die hele gladde. Nou, in ieder geval. Zie jullie morgen weer. Rise and shine. Goedemorgen, jongens. Ik slaap altijd onrustig. Maar op het moment dat ik sliep, heb ik echt lekker geslapen. Eigenlijk had ik echt beter en langer moeten slapen. Maar ik was om 8 uur wakker. Toen dacht ik, oh, ik ben zo gelukkig. Het leven is leuk. Ik heb zin in deze dag. En toen ging ik gewoon op mijn telefoon een Instagram foto plaatsen. Gewoon wakker liggen en zo. Morning. Hallo.
Oh, jouw broek is zoveel beter. Oh, mijn buik. Weet je dat het ding? Het is heerlijke broek. Ja, dat kost me 15 SED, dus dat is nog ineens 2 euro. Ja, dan leg ik dus helemaal wakker en denk ik ben helemaal klaar voor de dag, terwijl ik eigenlijk best wel moe ben. Maar het is zo'n verschil of je de tijd dat je hebt geslapen wel lekker hebt geslapen. Ik vond de bedden echt heel chill. Er zijn maar 2 dingen die ik niet goed vind. Dat is 1, de geur in het hotel. Het stinkt echt naar een soort van riool sushi. Het stinkt sowieso in de stad. En in onze kamer nu stinkt het heel erg. En dat het douchewater steeds warm koud wordt. Maar verder vind ik het echt wel prima. Oh, dit is wel wat beter licht. Je ziet ook dat ik wel echt zo'n moe hoofdje heb. En jij hebt ook wel een moe hoofdje. Maar ik vind het niet erg of zo. Ik heb wel echt zin in de dag. Koffietje. Lekker. Maar lekker ontbijtje, jongens. Lekker, lekker. Wow. Oh, ik ga roerei nemen. Lekker. Een banaan? Nee, bedankt. Kunnen we nou wafels maken? Ja, met een tap. Rob, wil je eens een wafel maken? Ja, is bijna op. Misschien hebben ze nog een nieuwe. Of we zijn te laat. Ja, er komt echt bijna niks meer uit. Nee, het is niet genoeg voor... Zo kan het helemaal goed doen. Net niet genoeg, zie je? En er is niks meer. Hier, hou eens vast. Ja, het is net. We kunnen dat van die man vragen. Oké, even de test. Of even de ontbijtreview. De wafel vind ik echt super leuk. Maar voor de rest van en dit brood trouwens ook lekker. En komkommer. Maar verder, die koffies zijn echt niet lekker. De ei is echt niet lekker. En verder was er niet echt iets wat ik kon eten. En dit is gewoon prima. Maar het ontbijt is ook inclusief. Dus dat vind ik dan wel chill. Maar als ik ervoor had betaald, 20 euro of zo, dan had ik het wel een beetje balen gevonden. Het is ons eten aan het echt brengen, want we schamen ons, want we hebben heel veel niet opgegeten, maar we vonden het echt niet lekker. Dus nu zijn we helemaal blij dat we het... We zijn bij de sportschool, maar zij zei allemaal kracht. Dus ik dacht, dit is wel heel chill hoor, voor een hotel, maar ik dacht, ik kan lekker mijn krachtdingen doen. Nu had ik me zo verheugd, maar dit is het. Oh, dus we moeten de kracht echt met... Maar hoe kan je je benen dan doen bijvoorbeeld? Zonder apparaat. Op een mat. Lekker lopen! Heb je ook helling hierop? Ja, dat moet wel. Ga niet aan. Jawel, 1. Oh. Oh, ik ga wel even een goede helling pakken. Maar ik zit een beetje vol. Jezelf wel even vast. Vast? Heb ik grippy? Nee. Hi, jongens! Ik voel dat ik nog niet heb. Ja, dat is echt super rijk. Ga je daar maar zelf ook? Ook straks even wat eten? We zijn op advies van Instagram-volgers naar de cookie bar, de dough bar, gegaan. We hebben 1 topping en het kostte 2,60 voor een bol en dan 50 cent voor de topping. En ook een leuk dekseltje, dus je kan het ook bewaren. Dus ik vind het dus heel lekker. Ik ben niet zo van het zoet, maar ik wil het gewoon heel graag halen. Dus we denken, we nemen eens even een andere route. Er zit hier gewoon Chinatown. Chocolademuseum. Je kan toch gewoon al je vlogs laten en gewoon weer beginnen waar je bent? Nee, want ik heb nog super veel leuk beeld. Maar willen mensen dat nog wel zien dat je zo ver achter loopt? En ook zo lang. Jongens, het is nu 10 uur. Ik ben nu een poosje thuis. We zijn iets eerder weggegaan. Het was rot weer. We waren moe. We hebben nog wel genoten, maar ik heb heel weinig gevlogd. Echt heel weinig. Ik ben nu nog even wat van mijn cookie dough aan het eten. Ik had best wel een groot broodje geluncht, dus verder niet echt trek. Ik heb heel veel zin om even te gaan editen, dus dat ga ik doen. Dan laat ik jullie morgen even zien wat ik heb gekocht. Nog echt 4 dingen hoor. Nog niet eens, maar ik ben nu echt heel moe. Gisteren was echt geweldig. Vandaag waren we gewoon een beetje moe, het weer was niet echt top. Maar gisteren was echt super leuk en dat heb je ook wel gezien. Goedemorgen allemaal, ik heb weer zo'n knotje in. Leuk. Ik heb deze jurk aan van Naked. Die had ik nog niet aangehad, want ik vond hem net te strak zitten. Maar ik ben nu iets meer afgevallen en hij zit nu precies goed. Eigenlijk zal ik kleren vaker zou moeten dragen. Jij zit natuurlijk hier weer niet goed. Maar als je kijkt vanaf de zijkant, zie je ook echt gewoon een beetje je figuur. Wat ik natuurlijk nooit heb, dus het is echt heel erg mooi. Ik dacht, ik doe deze tas erbij helemaal leuk. Knotje in.
echt een super korte tijd deze outfit samengesteld. En toen dacht ik dat ik dus alle tijd had. Ik dacht dat ik alle tijd had, want ik ga dus spontaan even met Susanna naar Amsterdam 3 uurtjes. Dus keek ik net en dacht ik, oh, ik heb de bus al gemist en de rij. Het is heel lastig om vanaf hier naar Centraal te komen. Dus nu ga ik maar gewoon met de auto weer naar station Weesp. En dan gaat over 20 minuten vertrekt de trein. Oh, dan moet ik echt gewoon opschieten. Want ik hoop dus dat er nu wel een parkeerplek is. En anders moet ik spontaan gaan bedenken wat ik ga doen. Dag liefje. Tot vanmiddag. Dus ik ga lekker... Weet je, het is niet heel mooi weer. Dus echt niemand die draagt dan blote benen valt me op. Maar ik draag gewoon blote benen hoor. Wow, ik heb een plekje. Had ik niet verwacht. Ik ben blij. Deze bril vond ik dus in mijn opa's oude auto. Ik denk dus dat deze is van toen Ruben en ik in deze auto waren naar Annecy in Frankrijk. Want het ziet er echt uit als een bril die ik zou hebben. Maar ik vind hem wel een beetje lelijk. Maar mijn lievelingsbril is dus kapot gegaan. Dus ik neem deze gewoon mee. Nu ben ik ruim op tijd. Wat chill. Kijk hè. 12 minuten echt. Top, ik ben nooit zo vroeg. Hallo. Super rude. Ik heb een jasje gekocht, die ga ik zo laten zien. En deze tas bij de Primark. Oké, we waren net dus... Waar was dat net? Hoe heette dat? Weet je dat? Museum, Amsterdam Museum. No, before. Oh. The nice place. Oh, dat was zo mooi. Nu zitten we dus hier bij het Amsterdamse Museum. Maar weten jullie nog een keer een vlog van mij in Haarlem? Dat ik zei van, wow, het is zo'n soort van hof. En het is ook gewoon helemaal stil. Hier rijden de trams, daar is de stad. En je hoort hier zoveel rust. Het is niet normaal zo druk vandaag. Hallo. Ja. En we zijn eigenlijk gewoon een beetje lekker aan het lopen. Oh my god. Zoveel topping. Oh, dit is echt heel lekker. Thanks. Goed hè? Okido, het is inmiddels al 7:30. Wow. Ik heb dus deze tas bij Primark gekocht. Ik vind hem zo lekker. Hij was 12 euro, maar er past zoveel in. En op zich gaat het geen sluiting, maar ze valt best wel goed dicht ook. En echt om je heen. Dus ook in de stad voelde ik me gewoon veilig met die tas. En een jasje heb ik nog even laten zien. En bij de Monkey ging ik nog even snel naar binnen. En toen kocht ik deze broek. Het is zeg maar zo'n... Ja, hoe noem je dat? Met elastieke band. Een beetje een wijde broek. Niet heel wijd. Wel aansluiten, maar geen skinny broek of zo. Voor een tientje. Dus dat is heel leuk. En nu ga ik lekker naar huis en mijn haar wassen en zo. Ik ben wel een beetje moe, maar ik ben heel blij dat ik even lekker wat heb gedaan nog vandaag. Want thuis zitten vind ik zo saai. Echt alles was dicht overal, alleen Amsterdam was open. Kijk, deze broek heb ik dus gekocht. Het is maat 40, dus het is eigenlijk te klein. Hij zit wel strak, maar hij past. Ik dacht, het is eigenlijk wel leuk als hij wat nou sluitender is. Dus deze broek. En dit is het jasje. Ja, hoe laat ik dat zien? Ja, ik vind het dus echt helemaal geweldig. Ik heb hem in een M en dan is hij alsnog wel groot. Je kunt hem dus ook... Dicht is hij echt ook best wel leuk, maar te kort in principe. Maar op een shortje of zo die al kort is, kan het dan weer wel. Ja, ik vind het dus geweldig. Maar ik ben dus wel bang met zoiets dat je het dan na een paar keer dragen niet meer heel leuk vindt of zo. Dus daarom twijfelde ik, maar ik kreeg hem niet uit mijn hoofd. Ik vind het echt geweldig. Het lijkt nu net een doktersjas, maar hij is echt wel leuk. En, oh ja, dit had ik nog op vakantie gekocht bij de Kruidvat voor 2 euro per stuk in Antwerpen dus. En deze haardak had ik nog bij de Ethos in Nederland gekocht. En dit. En dit. En deze van Victoria's Secret. En dan was het 2 plus 1 gratis. En dan had ik ook nog deze die ik er heel lelijk uit vind zien, die rode. Een rode gloss en een soort van glitterende liplap. En dat was het eigenlijk al. En ik heb net ook nog deze gekocht, want ik werd ongesteld. En dus deze tas waar ik heel blij mee ben. Van de Primark. En dat was het wel. En dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie het morgen leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duim omhoog te doen. Ook als je dat normaal niet doet. Zou ik leuk vinden als je het wel doet. En ik ga lekker mijn haar wassen. Laat ik dat meteen even zien. Ik had weer even gevraagd of ik deze weer mocht. Want ik krijg echt dagelijks bijna de vraag. Wat doe je nou in je haar? Of cacao intens of cacao. Nu heb ik cacao gekregen en ik vroeg of ik ook even wat anders mocht proberen. Namelijk de True Soft Line. Dus ik zal jullie dan
vertellen wat ik ervan vond. Help me herinneren als ik het vergeet. True Self van Marilla. Maria Nila Conditioner. De True Self Shampoo. Heel benieuwd. Echt mijn favoriete merk. Qua masker in ieder geval. En de True Self Argan Oil. En echt super chill dat ik dat mag testen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En misschien laat ik jullie zo trouwens nog wel even weten wat ik ervan vond. En anders bedankt voor het kijken.